Alvorens dat wij de prinsessen van vanavond even aan jullie voorstellen. En dan roep ik graag Bart naar boven om te zien. Graag een applausje. Bart, goedenavond. Ja. Wij hebben hier ondertussen al een paar keer gestaan. Het doet mij plezier en ik ga heel blunt de vraag stellen. Waarom sta je hier vanavond opnieuw? Omdat ik eerst in de plaats al naast jou kan staan, dat is altijd een genoeg. Maar uiteraard ook om kennis te maken met nieuwe leuke kandidaten in de wedstrijd. En om opnieuw en ooit in te gaan met hun, zoals we dat ook vorig jaar gedaan hebben. En een nieuwe traditie te creëren, dus dat proberen we ook te doen als sponsor van dit iedereen. Tot dan, natuurlijk doen jullie geweldig. Kan je even voor de mensen in de zaal Utsukusi even gaan voorstellen en vooral de filosofie erachter? Wel, Utsukusi is een schoonheids- of verzorgingsmerk dat zich eigenlijk toelicht op vooral huidverbetering. En die gaat eigenlijk zich onderscheiden door de specifieke technieken die wij gebruiken, gebaseerd op oude Japanse rituelen, maar die eigenlijk omgezet zijn in nieuwe, moderne cosmetische producten. Dus vandaar hebben wij eigenlijk de oudheid en de nieuwe tijd die we perfect aan elkaar kunnen koppelen. En daardoor proberen we ook de oude huid zo jong mogelijk te maken. Ja, ik heb dat zelf ook mogen meemaken tijdens een van de workshops. Ik heb jullie ook gezien tijdens een evenement in Antwerpen. En ik zag daar best wel een groot gamma. Kun je dat even kort toelichten? Het gamma toelichten op deze avond gaat ons jammer genoeg te ver leiden. Dus het is zo uitgebreid dat ik daar niet ga op ingaan. Maar alleszins zijn wij eigenlijk vooral gespecialiseerd in technieken rond huidverbetering die vooral gaan om microneedling bijvoorbeeld, is een van onze dadas, samen met cocktails, serums die we gaan gebruiken in combinatie met die microneedling, om dan ook weer die huid structureel te gaan veranderen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste assets in het gamma van Utsukusi. Aan de andere kant hebben we uiteraard ook alle klassieke crèmes en producten voor de basisverzorging te doen. Maar alleszins proberen wij net wat stapje meer te doen. Dus dat is wel onze basisfilosofie. Oké, laatste vraag. Jullie zijn ook onderdeel van het prijzenpakket. Ik heb ook een workshop mogen volgen met de dames. Het prijzenpakket is best wel gevuld met Utsukusi. Als ik me niet vergis, geven jullie ook wel de nodige begeleiding, want het is een product dat heel lang kan gebruikt worden en dat de nodige begeleiding wel nodig heeft. Ik denk dat we zijn met een technisch merk bezig, dus dat betekent ook dat we echt wel training moeten geven en opleiding moeten geven aan iedereen die er gebruik van maakt. Dat betekent ook dat we in de aanloop naar de misverkiezing daar zeker ook gaan op werken. En ook in de workshop die we doen, proberen we de kandidaat missen al mee in die filosofie te brengen. Maar anderzijds ook nadien gaan we eigenlijk een ondersteuning bieden aan zij die ons prijzenpakket in de hart steekt. Gaan we niet aan haar overlaten en gaan we ook van zeer nabij volgen om daar een zo goed mogelijk resultaat op te zeggen. Oké, super als ik ben, ga ik er toch nog één vraag bij flansen. Waar ga jij op letten tijdens de finale show? Wij gaan vooral letten op de betrokkenheid met de sector, omdat dat voor ons eigenlijk zeer belangrijk is. Uiteraard, als verzorgingsmerk zijn wij van nabij betrokken bij alle sectorevoluties en proberen we daar eigenlijk ook een steentje bij te dragen. Namelijk in de beroepsfederaties en dergelijke meer proberen wij een duidelijke stempel te drukken als distributeur van een merk of van meerdere merken. Dat is ook iets die betrokkenheid bij die sector en het engagement voor de sector om als echte ambassadeurs te gelden, dat is voor ons zeer belangrijk. Dus daar gaan we zeker op. Net zoals jullie een grote passie dus. Voilà, inderdaad. Dat is inderdaad de passie. En ik denk ook dat met de missympathie van vorig jaar, met die passie, dat we toen ook gezegd, voor ons gaan we dat ook nog eens extra opdrukken. En dat hebben we ook eigenlijk door heel de verkiezing gedaan. Dus vandaar voor ons ook een zeer belangrijk aspect. Top, dankjewel. Fijne avond. Dankjewel, Dave.